104 FM. Radio Benelux. Welkom bij Radio Benelux vanuit Paalberingen. Ook vandaag hebben we weer bijzonder en bijzonder goed nieuws te melden uit onze gemeente. Radio Benelux. Benelux. Wie al eens graag een stapje in de wereld zet, kan dat hier in Beringen nu ook onder water doen. Het gezegde, geen café zonder bier, geldt hier blijkbaar ook onder water. Vanuit Beringen, dit is Benelux. Goed nieuws voor wie graag goedkoop tankt. We hebben nu in Beringen onze eigen brandstofboulevard. Binnen een straal van enkele kilometers vechten tankstations om klanten met de allerlaagste prijs. Maar wie niet meedoet aan deze prijzenoorlog is Annick. Bij haar tank je dus niet het goedkoopste, maar ze speelt wel andere troeven uit. Sinds dat we die actie van de carwash nu doen, maakt het eigenlijk heel plezant in de shop. Dus de mensen komen aanschuiven dus voor hun auto te tanken, staan dan nog eens even te wachten voor hun auto te laten wassen, drinken een koffieke, maken plezier. Dus het is een beetje feest op zaterdag. In beweging! Dit is Benelux! Eindigen doen we vandaag met sportief nieuws uit onze deelgemeente Beverlo. Daar bereiden Brecht en Niels zich voor het WK Cyclobal in Oostenrijk. Het onafscheidelijke duo zal voor de vijfde keer ons land vertegenwoordigen op het WK. En de verwachtingen die zijn hoog gespannen. We hopen om beter te doen dan vorig jaar. Toen waren we het zesde. Dus nu sowieso voor een vijfde plaats. En ja, dromen wel van een podium. Ja. Zo, dat was het dan weer voor vandaag. Maak er nog een hele fijne avond van en graag tot snel. Ja.